De burgemeesters van 15 grote en middelgrote steden, waaronder de Schiedamse burgemeester Lamers, hebben dinsdagochtend een manifest overhandigd aan het kabinet. Zij roepen hierin de regering op samen met hen extra te investeren in kwetsbare gebieden. De coronacrisis veroorzaakt in deze gebieden namelijk een enorme groei van problemen als onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit. De tweedeling in de maatschappij en de kansenongelijkheid nemen daardoor toe. Om deze problemen intensiever aan te kunnen pakken, opperen de burgemeesters verschillende mogelijkheden. Zo pleiten ze voor een hoger salaris voor leraren om het lerarentekort in de kwetsbare wijken te verminderen. Dat gaat deels naar extra uren, zodat kinderen meer uren per dag in een goede omgeving kunnen doorbrengen met elkaar. Meer leren, maar ook meer van de wereld leren kennen. En naar extra geld voor salarissen voor onderwijzers. Verder moeten er meer sport- en bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren worden georganiseerd. Ook moeten jongeren meer worden betrokken bij activiteiten in hun wijk. De schuldhulpverlening moet laagdrempelig worden. Er moeten meer ervaringsdeskundigen worden ingezet en er moet sneller resultaat worden geboekt. Ook moeten schulden vroeg worden gesignaleerd om te voorkomen dat mensen afglijden in de criminaliteit. Meer aandacht voor woonfraude en woonoverlast moeten bijdragen aan een betere leefbaarheid. Mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren, zouden voorrang moeten krijgen op de arbeidsmarkt. De burgemeesters schrijven in hun manifest dat onorthodoxe maatregelen niet moeten worden geschuwd. Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in onze samenleving groter wordt, aldus de 15 burgemeesters. Daar zie je die stapeling van problemen achter de voordeur. Mensen die niet meer worden opgeleid, die werkloos zijn, de schuldenproblematiek. Leed achter de voordeur, daar moeten we als samenleving wat aan doen. De steden staan paraat om daarmee aan de slag te gaan, maar we hebben echt de steun van het Rijk nodig. Nou ja, wat ze willen, en dat heb ik ook toegezegd, ze willen voor de zomer dat we met elkaar overleggen hoe we nu aan de slag kunnen gaan. Want als je wacht, ja, dan is het natuurlijk te laat. Nou, die bereidheid heeft het kabinet ook.